er zijn geregeld situaties geweest waarin mensen niet geloven dat ik daadwerkelijk 100% Nederlands ben. Geloven het niet, nemen het niet aan, verwachten dat het iets anders is. Zo was de laatste situatie, eigenlijk al 2 jaar geleden, met mijn buurvrouw die een heel gesprek in het Turks tegen mij opging hangen, waarvan ik niet wist wat het betekende. En ik had het later aan een man gevraagd, want die spreekt wel een beetje Nederlands. Waar het op neerkwam, zij had last van de knie, nog steeds. Maar ze is eraan geopereerd, dankjewel voor het vragen. Het gaat heel goed met haar. En het was suikerfeest en de gang was een rotzooi. Dus ze vroeg of ik dat misschien kon stofzuigen. En jongens, jullie weten het, ik ben niet de ideale schoonzoon in dit geval, maar de ideale buurjongen. Dus ik heb eventjes dat gangetje gedweld en stofgezogen of gestofzuigd. Een van die twee. En de volgende dag kwam zij met een kommetje Turkse soep. Het was echt heel lekker. Allemaal lekkernijen aan de deur. En dat heb ik lekker natuurlijk opgegeten. Net als met mijn baard. Sommige mensen geloven niet dat het 100% Nederlands is. Want ja, wie heeft er nou zo'n volle baard? En ik weet dat zelf ook niet. In mijn familie zijn er meer van dat soort gevallen geweest. Mijn tante die werd altijd aangezien voor een Indonesiër. Mijn oma ook. Een heel schattig lief oud vrouwtje. Mijn zusje krijgt er regelmatig ook opmerkingen over. En nu is het dus tijd om daarachter te komen. Ben ik 100% Nederlands? Ik vind het in ieder geval fascinerend. Ik hoop jullie ook. Laat een blauw duimpje achter en vergeet vooral niet om te abonneren. Ik heb deze test dus van mijn zusje gekregen voor mijn verjaardag. Misschien was het haar manier om te vertellen, hey Raoul, ik denk niet dat jij lid bent van deze familie. Je bent geadopteerd. Dat zou subtiel zijn. Stel je bent geadopteerd en dan zeg je ouders, oh, kom laten we een DNA-test doen, helemaal lachen. En uiteindelijk heb je de resultaten. Ja Jochem, sorry, je bent geadopteerd. Maar we gaan deze DNA-test doen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Je moet dus denk ik iets van klein vlies uit je mond met een wattenstaafje schapen. Waarom gaat dat ding open? Activate your DNA kit before sending back your sample. Oké, je moet dit dus activeren. De instructies. For best results, please do not eat, drink, chew gum or smoke for 30 minutes before collecting your DNA sample. Dat is mooi. Ik heb voorlopig helemaal nog niks gedronken. Je hebt een envelopje met een dingetje waar je het in moet. Je hebt een biohazard zakkie, waar je het dan in moet gaan doen. En je hebt 2 testbuisjes waar je, denk ik, slijmvlies in moet stoppen. Remove one cheek swab from its wrapper and use the swab head to scrape the inside of your cheek while rotating the swab for 30 to 60 seconds. Ik denk dat hij wel nat genoeg is. Open one vial and insert the swab inside. Swab and down. Once the swab touches the bottom of the vial, break the swab against the inside edge of the vial at the marked black line. Leaving the swab end inside the liquid in the vial. Inserten. Als hij de onderkant raakt, breken we dat ding af. Hé, ploppen de plop, daar gaat hij. Dat ding moet helemaal naar Amerika gestuurd worden. Holy shit. Naar Texas? Mijn speekse gaat de wereld over, jongens. Nou, hij gaat naar naar Texas toe. Ik ga hier een postzegel op plakken en dan ga ik hem opsturen. Is mijn bureau een troep omdat er overal afgebroken wattenstaafjes liggen. En dan spreek ik jullie of ik neem deze video verder op wanneer de uitslag van mijn pakketje bekend is. Tot dan. Laat even in de comments achter waar je denkt dat ik vandaan kom. De winnaar die krijgt als je exact alles precies goed hebt, krijg je €50 giftcard van ik wil te goed. Dat was op 10 oktober en inmiddels is het 20 november. Het heeft dus ongeveer 5 tot 6 weken geduurd voordat uiteindelijk de resultaten bekend zijn gemaakt. Je moet het pakketje opsturen naar Amerika. Daar controleren ze. Dat kan tot 4 weken duren. Dat duurde bij mij zelfs iets langer. En nu, eindelijk, is het zover. We kunnen achterhalen waar ik nou precies vandaan kom. En wat een climax, een anticlimax vooral, is het als ik nu gewoon 100% Nederlands ben. En ja, dat ik eigenlijk voor niks heb gewacht. En ja, jullie voor niks deze video hebben gekeken. Maar dat zal vast niet gaan gebeuren. Het eerste gedeelte van deze video was ook wat lastiger met audio. Dat komt dus omdat ik eens in de zoveel tijd bestanden verwijder. Waaronder het audiobestand van mijn microfoon, maar nog wel het audiobestand van mijn camera, dat eigenlijk ook wel gewoon prima is. Dus sorry daarvoor. Hey, wij zijn er op dit moment gewoon klaar voor. Nogmaals, dit is geen gesponsorde video. Ik zet ook geen link in de beschrijving, maar jullie zien op beeld ook gewoon staan hoe het heet. Dus jullie kunnen dat zelf opzoeken. Wat ik nog wel over na heb gedacht, terwijl ik het heb opgestuurd, is je geeft dus daadwerkelijk je DNA aan dat bedrijf. Ik weet niet of dat het meest tactisch en handig is. En dat is vooral iets waar je heel goed over na moet denken. Ik ga er ook geen oordeel over maken verder. Als je het wil nadoen, volledig goed over nadenken. En als je onder de 18 bent, ik weet niet of je dat mag kopen. Maar overleg het allemaal met je ouders. Doe het niet zelf. Het klinkt alsof het een of andere deep web, dark web website is. Maar ja, goed. Ik denk, zeg het er maar even bij voordat mensen dat in één keer gaan doen. En het bedrijf zombies kan maken van iedereen's DNA en aanslagen kan frauderen. Raoul, klaar om uw etniciteit te onderzoeken. Laten we beginnen. Wat is dit nou weer voor poppenkast, joh? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan ben. U bent, er komt ook muziek bij. U bent 75,2% Noord- en West-Europees. Oh.
Dat is logisch, want alle familie die ik ken, die komt daar vandaan. 17,3% Scandinavisch. Oké. Okay. Had ik niet verwacht. Dat is spannende muziekje ook. 5,4% Oost-Europees. Oké. Okay. Lekker Oostblokkie. Ik ben 21ste Oost-Europees. Er zijn mensen die dat altijd verkondigen. En 2,1% Midden-Oosters. Saoedi-Arabië, Egypte, Iran... Saoedi-Arabië, Irak, Israël... Verklaart wel mijn baard in dat opzicht. Maar 2,1% Midden-Oosters? 17,3% Scandinavisch. Oké, dat kan. Volgens mij zijn heel veel Nederlanders dat. Noord- en West-Europees. Dat is ook logisch dat iedereen familie... En mijn familie komt daar vandaan. Oost-Europees vind ik toch al wel verrassend. Had ik niet verwacht. Maar Midden-Oosters, dat vind ik heel apart. Dat vind ik heel apart. Midden-Oosters? Opvallend. Opvallend. In ieder geval, word jij heel erg bedankt voor het kijken naar deze spannende onthulling. Ik ben dus voornamelijk gewoon, Europees. Joh, dat is helemaal prima, dat is helemaal goed. Beetje Scandinavië hier en daar erbij. Oost-Europees temperamentje. En de baard denk ik dan is uit de Arabische landen. Nou ja, heel opvallend. Een blauw duimpje zou op het top zijn. Je kan ook abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!